Waar moet een goede digitaal regisseur aan voldoen in jouw leven? Nou, naar mijn idee, ja, hij moet technisch vaardig zijn. Hij moet kennis hebben van systemen, van vele verschillende systemen. Maar vooral creatief zijn. Hij moet zich kunnen indenken hoe een crimineel opereert. Wat een crimineel zou doen, dat moet hij zich kunnen voorstellen. Moet een goed analytisch vermogen hebben. Moet goed kunnen dingen met elkaar in verbinding kunnen leggen. En dat op een goede manier kunnen uitleggen. Om die dwarsverbanden te zien. Mm-hmm. Ik denk dat dat de belangrijkste eigenschappen moeten zijn. Ja, en dan de bekende stressbestendig in een team kunnen werken. En dat soort onderdelen. Okay. Maar het belangrijkste is technisch vaardig, ja. Naar mijn idee. Creatief en analytisch vermogen. Eén daarvan is passie. Je moet passie voor dit vak hebben en eigenlijk een zekere gedrevenheid om te ontdekken wat er nou precies aan de hand is. Het gaat om, dat vraagt ook om technische kennis, dat is een ander aspect, maar het vraagt ook om een zekere drive om dat spitwerk te doen, om helder te krijgen wat is hier nou precies aan de hand, wat is de achtergrond, wat zou de intentie kunnen zijn. Het vooral ook iemand zijn die moet kunnen samenwerken, want ik maak het net in het begin al heel erg duidelijk dat het een veel partijen zijn die op dit veld met elkaar iets moeten doen. En die elkaar ook ruimte moeten gunnen om inbreng te hebben op dit terrein. Dus als je daar zit en alleen maar denkt van nou, ik weet hoe het zit en ik bepaal het, dan volgens mij ben je uiteindelijk geen goede regisseur. Dan heb je misschien wel heel veel kennis, maar je moet het ook met elkaar kunnen doen. Je moet denk ik in staat zijn om die ingewikkelde technische materie ook aan je tactische collega op een goede manier uit te kunnen leggen. Want vaak is hij degene die het verhoor zou moeten doen. Dus het gaat ook om het kunnen vertalen van zaken. En in gewone mensentaal kunnen vertellen wat er aan de hand is. Ik denk dat dat een paar van de belangrijke eigenschappen zijn. Hè. Dus naast technische kennis, passie, samenwerkingsgerichtheid, het kunnen analyseren van een probleem, maar ook het kunnen vertalen van het probleem in iets wat een ander ook begrijpt. Dat zijn kenmerken die ik belangrijk zou vinden. Ja, interessant. Dat zijn ook een beetje de zachte factoren. Dus passie, samenwerken. Ja, maar er zit ook dat andere. Hè. Dus ik bedoel, je moet wel weten wat er in de wereld speelt. Ik bedoel, eigenlijk moet je al vanaf je negende zo'n beetje een hobby hebben gehad om computers uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten. Hè. Dus, zeg maar in die wereld ook. Ja, ook mensen kennen. Hè? Dus het is ook een community. Hè? Het is ook, ik denk dat een van de belangrijke veranderingen ook voor de politie is. Ik kom nog van de tijd dat de politie de enige was die de opsporing deed. En ik heb zelf ook, zeg maar, bijvoorbeeld voor het eerst toen meldmisdaad anoniem kwam, hebben we daar hele discussies over gehad of dat wel of niet kan. Ik kan me nog herinneren dat opsporingverzocht voor het eerst kwam. En of dat wel kon, dat je de burger betrok. Nou, we zijn nu in een heel ander stadium dat we de burger veel meer betrekken met alertering, met allerlei vormen van. In de cyberwereld is dit al een gegeven. Is de community, heeft wetenschap? Heb je allerlei onderzoekers die dingen melden? Ja. Ook daarin zul je je weg moeten kunnen vinden. En moet je met die mensen ook kunnen spreken. En ook duidelijk je eigen positie kunnen maken. Maar in ieder geval ook contacten kunnen hebben. Het is een politieman of vrouw. Die natuurlijk ook zoals elke andere rechercheur zich bewust is waar die het voor doet. En daarnaast over al die capaciteiten beschikt zoals we er nu over spraken. Is het een techie nerd? Ik denk dat het vooral iemand moet zijn met een enorme gierigheid en lol in het oplossen van puzzels. Opsporen, hoe kan het nou? Waar komt het vandaan? Ja. Als ik nou dit doe, wat komt er dan precies uit? Dus je moet een enorme, goed opgeleid, grote interesse, groot verantwoordelijkheidsgevoel. En ik denk ook dat het voor Team Hightech Crime geldt, zin hebben om een goed teamspeler te zijn in dat team. Het ideaal is dat wij in staat zijn binnen de overheid om mensen te laten opereren. Een tijdje bij de politie, een tijdje bij Defensie, een tijdje Nationaal Cybersecurity Centrum, een tijdje in het bedrijfsleven. En zo mensen verbreden, zodat die technische kennis, dat die zo breed mogelijk wordt. En dat we daar waar wij bijvoorbeeld inderdaad de mogelijkheid hebben om offensief op te treden. Dus mijn mensen ook leren om offensief op te treden. Ik kan ook een speeltuin maken, noem ik het altijd, maar een cyberlaboratorium waar dat offensief optreden wordt beoefend. Dat ze die kennis meenemen naar de politie om daar weer verder te gebruiken. Maar aan de andere kant te weten wat een tegenstander doet. En aan de andere kant dat mensen van de politie die forensisch expert zijn, dat die bij ons bij de inlichting en veiligheidsdienst gaan werken om datzelfde werk bij ons te doen en straks weer binnen de politie. Ja. Kortom, dat we een overheidsbreed
maar ook met, in combinatie met bedrijfsleven, een goede basis leggen voor de cybersecurity in Nederland. Want het is ontstellend belangrijk werk. Het gaat over het kunnen functioneren van onze samenleving. Dus dat is een eervolle zaak waar je je voor inzet. En een belangwekkende zaak waar je je voor inzet. Ik zou ze alleen maar doorzettingsvermogen willen wensen. Hard werken en zorgen dat je heel snel tussen de collega's staat van Team High Tech Crime.